dit jaar doen we het weer samen met zwemvereniging De Venen in Almelo. Vorig jaar hebben we het zelf georganiseerd, maar dit jaar weer de samenwerking gezocht met de zwemvereniging. Omdat wij vinden dat de zwemvereniging hier ook bij betrokken moet zijn. En dat vinden ze zelf ook. Dus dat is wel weer het mooie van deze editie, dat we het samen oppakken. Vorig jaar hadden we nog wel iets te maken met corona natuurlijk. Dus toen hadden we minder deelnemers dan dit jaar. Maar we hebben er ook wel eens wat meer gehad. We zitten dit jaar op 200 deelnemers. Vorig jaar hadden we er ongeveer 130. Maar we hebben ook wel eens edities gehad met 300 of 400 deelnemers. Dus wij hopen samen met De Venen weer de aankomende jaren en misschien straks met het nieuwe zwembad. Hopen weer het een boost te kunnen geven en weer naar die aantallen te kunnen groeien. En wie weet zelfs nog wel een keertje daaroverheen dat we er met een mooi nieuw zwembad een keer een recordaantal neer kunnen zetten. Jaarlijks moeten we de medailles bestellen voor de deelnemers. En daar zitten soms wel aantallen bij waarvan je denkt, waar halen ze het vandaan? Want er zijn zelfs een aantal deelnemers die al in de 30 ergens zitten. Volgens mij uit mijn hoofd dit jaar ook weer iemand die voor de 34ste keer meedoet. Ook wel een aantal die 13, 14, 15. Maar we hebben ook wel weer heel veel nieuwe deelnemers. Dus dat is ook wel weer een mooi teken die voor het eerst meedoen. Dus die krijgen een bronzen medaille vandaag. Ja, en er zijn een aantal die inderdaad al meerdere jaren meedoen. Dus dat is wel mooi dat die diversiteit er wel in zit.